Oh, ik had mijn haar wel kunnen doen voor deze video. Maar dat heb ik niet gedaan. Hey, dreuzels. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een keer een andere video dan jullie van me gewend zijn. Hoewel, ik heb wel vaker shoplogs geüpload. Maar vandaag dus een shoplog van Shein of Shine. Als het goed is, heb ik wel ooit eerder een Shine video opgenomen. Maar dat is lang geleden. En het leek me wel leuk. Ik had weer wat nieuwe shirtjes vooral nodig voor de zomer. Ik had een nieuwe kledingkast, zoals jullie gezien hebben in die video dat ik hem in elkaar zet. En die mocht wel een beetje wat meer gevuld worden met name shirtjes. En dat leek me wel leuk om even vast te leggen. Voordat we aan deze video beginnen, heb ik iets nieuws. En dat was jullie misschien wel of misschien niet opgevallen. Het is namelijk dit horloge. Sinds kort heb ik heel veel gouden sieraden weer om. Overal eigenlijk, om mijn nek, om mijn armen. En zelfs mijn oorbellen die ik van jullie heb gekregen. En daar paste dus een gouden horloge bij. Dit is van het merk Filippo Loretti. En deze heb ik gekregen. Ja, echt super lief van ze dat ze het naar me opgestuurd hebben. Neem vooral een kijkje op hun website. Met de code MATTIA15 krijg je 15% korting op alles op hun website. Neem vooral snel een kijkje. De kortingscode is niet super lang geldig, maar wel eventjes. Dus mocht je deze video zien en je denkt, hey, ik wil nog nieuw horloge of nieuwe sieraden, check vooral de website even. En dan gaan we nu beginnen met de shoplog. Ik leg even alles naast me neer. Laten we beginnen met de broek. Kijk, dit is de broek. Ik heb hem hier. Het is super synthetisch stofje. Hij is ook super statisch bij mij. Maar dat komt ook wel door mezelf. Ik ben mega statisch de laatste tijd. Ik weet niet hoe het komt. In ieder geval, deze broek, ik vind het echt een super leuk kleurtje. En ik vind het ook echt dat je in dit soort broeken je kont echt prachtig uitkomt. No matter hoe je kont eruit ziet. Iedereen heeft een lekkere kont in deze broek. Ja, ik ben niet zo heel groot. Maar ik heb wel lange benen. En dat zie je dus wel bij deze broek. Dat die net iets te kort is. En dat is natuurlijk stijl en mode op het moment. Het is natuurlijk hip om wat hoog water te hebben. Volgens mij is het in. Maar ik vind, ja, het is, ik vind het toch een beetje gek met wijde pijpen om dan hoog water te hebben. Dus ik vind hem heel mooi en ik zou hem echt heel graag willen houden. Maar ik denk dat ik hem op Vinted of zo ga zetten. Nou, dan heb ik... Deze heb ik al aangehad. Hij zit inmiddels binnenstebuiten. Want ik vond hem zo leuk toen ik hem aantrok dat ik hem aan heb gehouden. Dit is zo'n lekker shirtje. Lekker luchtig. En dan dit zakje. waar je ook je hand in kan stoppen. Ja, dit is ook een van de enige shirtjes die gewoon niet cropped is. En hoewel ik toch wel van cropped hou, neig ik toch altijd naar een shirtje die niet cropped is. Dus deze is gewoon full length. Ik stop hem dan in mijn broek en dan valt hij er een beetje zo overheen. Ik vind hem echt heel leuk. Ik denk dat dit misschien wel mijn favoriete item van deze shoplog is. En die kleur ook echt. Ook voor de lente, maar ook voor de herfst natuurlijk. Topkleurtje. Nou, een ander favorietje is dit blauwe shirtje. Heb je misschien ook al op mijn Instagram gezien. Ik vond dit zo'n leuk kleurtje. Lekker fel. Ik ben zelf niet zo van de pastel, want daar word ik zelf heel bleek van. En met zo'n fel shirt, ja, dan kun je gewoon de rest wat neutraler houden. Met een spijkerbroekje of met zo'n broek die ik aan het begin liet zien. Is gewoon top. En deze is dus wel cropped, maar hij is vrij lang. Dus je ziet echt maar een heel klein stukje van je buik. Als je dat leuk vindt. En anders doe je er gewoon een hemdje onder. Kan natuurlijk. Maar heel tof vind ik deze ook. Heel schattig. Echt, ja, cute. Cute basic shirtje. Ja, en ik had heel veel wit en zwart. En groen. En ik dacht, ik moet een keer andere kleuren uitzoeken. Nou ja, zat dit ertussen. Wat moet ik hier nou weer mee? Een popsocket. Nou, ik weet niet of jullie mijn telefoon wel eens zien. Ik heb hem nu niet hier in de kamer. Maar ik heb altijd Harry Potter hoesjes. Dus ja, dit zou sowieso mijn Harry Potter hoesje verpesten als ik dit erop zou doen. Dus dankjewel. Kreeg ik gratis bij trouwens hoor. Dus niet dat ik dat besteld heb. Maar ik ga het niet gebruiken. Nou, dan heb ik deze. Dit is ook een crop top. En deze is wel klein, laten we zo zeggen. Hij is echt cropped. Helemaal strak. Korte mouwtjes. Ik vind het super leuk die naden, dat je die zo ziet.
Ja, dit is echt zo'n shirtje voor als het wat lekkere weer is. Want je ziet er natuurlijk wel heel goed zweetvlekken in. Maar, en hij is wel cropped, dus het kan niet in de winter. Dat vind ik dan altijd echt te koud. Maar ook wel een leuk shirtje. Ik weet niet zo goed wat ik met de kleur er nou echt van vind. Ik vind mijn haar er een beetje duf bij kijken. Maar ik vind het shirtje wel heel leuk. En het is ook een lekker stofje. Maar niet zo lekker als dat blauwe. Dat blauwe stofje was echt het lekkerst. Ik heb ook al één shirtje. Die heb ik nu even niet hier, want die zit in de was. Dat is een zwart shirtje. Echt een top shirt. Ik vind hem echt heel leuk. Het is een beetje een soort sport stof. En hij zit strak, dus je ziet wel alle rimpels, zal ik maar zeggen. En alle rollen. Nou, valt het wel mee. Maar dat maakt het wel dat hij er lekker sportief uitziet. Heel, heel leuk shirtje. Ik heb hem dus ook al aangehad. Meteen toen ik die shopblog. Toen ik de aanfoto's en filmpjes had gemaakt, heb ik die aangedaan s'avonds. Oké, dit was ook een heel leuk shirtje. Een heel klein beetje see-through. Maar dan kun je gewoon een leuk kleurhemdje onder doen. En dan past dat er ook gewoon mooi bij. Er staat een soort hartje op met een. Ja, zo van geld maken. Maar dan maak je hartjes. Dat vond ik dan wel leuk. Zo van, it's all about the love. Mensen die dat doen, moeten ook gewoon liefde krijgen. Ja, dit vond ik ook een leuk shirtje. Dit is dus ook een niet cropped shirtje. En gewoon een basic t-shirt. Heel fijn, zacht stofje. Ja, echt een aanwinst voor mijn kledingkast. En het is ook best, hij is wat dikker, dit stofje. Dus dat maakt het ook wel wat, ja, ik denk niet dat hij na 3 keer wassen verwassen is of zo. Het is best wel een kwaliteitsstofje. Nou, dan had ik nog deze. Dat is een net als wat ik nu aan heb, een soort colletje. Alleen deze col vond ik dus heel groot. Hij viel echt een beetje open. Dus het is voor mensen met hele dikke nekken, denk ik. En hij heeft een beetje een soort ja, korte mouw, maar langer dan een korte mouw. Maar nog wel boven je elleboog. Beetje zoals deze. Ik vind dat net wat mooier, omdat ik als het hier zit, dan zie je meteen zo je hele arm. En dan zie je zo je... Ja, het is wel iets waar ik altijd bij mezelf naar kijk, dat ik dat dan gauw vet eruit zien. Dus dit is echt in dat opzicht heel fijn, maar ik ben benieuwd of ik dit shirtje vaak ga dragen. Want het heeft veel potentie en het is gewoon een makkelijk basic shirtje. Maar het bedekt wel heel veel door die col. Is het echt tot hier natuurlijk. Nou, dan had ik deze nog. Ja, deze had ik ook al een keer aangehad. Een beetje een Nel Veerkamp vibes. Ja, ik hou er wel van in de zomer om een lekker luchtig shirtje met kant eraan. Of een hemdje is het eigenlijk. Maar het is een stofje. Echt zo'n zweetstofje. Het is maar goed dat het een hemdje is. Want als hier een shirt van was, dan was je meteen gaan zweten. En dan stinkt, ja, dan stink je meteen. Maar wel een leuk printje. Leuk kantje eraan. Helemaal leuk. Helemaal leuk dit. Oké, dan had ik dit. En dit is de grootste flater. Hoewel toen ik hem aan had, was die wel beter. Maar nu... Als ik hem zo zie, denk ik echt, wat is dit? Dit kan mijn oma echt aan. Dit zou mijn oma ook letterlijk aandoen. Waarom heb ik dit? Misschien als ik ooit zwanger raak, dat dit een mooi shirtje is wat lekker valt over mijn buik. Maar nog niet, want de voorkant is korter dan de achterkant. Nou ja, ik weet niet. Misschien dat ik deze ook op Vinted zet, want ik vond hem echt... Ja, het is gewoon niet mijn stijl. Ik ben altijd wel van de vlotte kleding en dit was absoluut niet vlot. Oké, dan hebben we nog een shirtje. Die heb ik ook al een aantal keer aangehad. En die is wel heel leuk. Dus die ga ik... Ja, die kennen jullie misschien. Hebben jullie op stream gezien dat ik die aan heb gehad. Het is een giraffenprint. Lange mouw met iets laag... Ja, niet een hoge hals, maar iets ertussenin. Ook niet een uitgesneden hals. Dus een beetje ertussenin. Dus daar kun je mooi... Die sieraden komen daar mooi... ja... boven de rand nog. En dan lange mouwen. En hij zit wel vrij strak. Ik hou daarvan. Vind ik altijd lekker vrouwelijk. Accentueert dan je taille goed. Heel leuk. En een bijzonder stofje. Hij trekt wel veel Nagini haren aan. Maar dat maakt... Ja, het is wel een heel zacht stofje. En dan had ik dus nog een jurk. Die ga ik als later laten zien. Maar ik had dus deze leuke laarzen. Waar ik echt super veel opmerkingen over krijg. Ja, heel veel mensen vinden deze leuk. Ik heb hele dunne kuiten, dus ik moet wel echt over een broek dragen. Anders blijven ze niet hangen, want over een panty, ja, dan moet ik echt blijven zitten. Dan blijven ze zitten, maar als ik ermee ga lopen, dan zakken ze steeds van mijn knieën af.
Maar zijn dus over knee heels. En ja, heel leuk in dit lichte kleurtje, maar heel besmettelijk. Dus je moet ze echt alleen maar dragen als je weet dat je niet vies kan worden. Maar ik kreeg heel veel opmerkingen over deze laarzen. Dat heel veel mensen er een beetje fan van zijn. Dus. En dan heb ik deze nog. Deze slippertjes, heel schattig. Is voor de zomer. Ik vond ze zo cute dat ik ze er ook bij heb gedaan. Maar ze zijn een maatje te klein. Terwijl het maat 38 is. En ik heb altijd maat 38. Maar ik heb een beetje het idee dat mijn hak er een beetje net overheen valt. Dus die zijn eigenlijk ook te klein. En dan mijn favorietje voor de zomer. Een hele leuke zomerjurk. Ik kan niet wachten tot het bloedheet wordt in Nederland. Zodat ik dit soort jurken de hele dag aan kan. Ja, dit is gewoon een heerlijke jurk. Ik ben benieuwd of ik hem aan durf. Want het is wel vrij revealing, deze jurk. Maar goed, hij is wel heel cute. En de print vind ik ook heel leuk. En ik vind hem heel goed bij me passen. Dus ja, dat was wel een succes, die jurk. Volgens mij heb ik dan alles gehad. Ik heb echt wel lang moeten wachten op sommige pakketjes. Waardoor ik had sommige dingen al begin maart binnen. En ik film het nu pas in april. Dus dan moet je nagaan hoe lang ik naar deze stapel kleren heb gekeken. Zonder ze echt aan te trekken. Maar nu kan ik ze gewoon in de kast leggen. En zul je ze vaker voorbij zien komen op mijn stream en Instagram. Thanks voor het kijken naar deze video. Dat was hem alweer. Dit was hem alweer. Vergeet niet om even het linkje te checken van Filippo Lorenzi. Filippo Lorenzi. Als je wat leuks tegenkomt op de site, vergeet dan niet de kortingscode. Die zet ik hier in beeld, nogmaals. En dan wens ik jullie een hele fijne dag verder. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vonden. Laat me weten wat je ervan vond. En misschien ook wat je favoriete item van deze shoplog is. En laat me ook weten wat ik de volgende keer moet passen. En voor nu, vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doeg!